Bad, it certainly is. Bad parts. I mean, there's a lot of abuse that happens. I worked with an incredibly emotionally abusive producer. Hebben jullie gezien hoe awkward dat zij haar voelde? Hallo, ik ben Michael Huibens en welkom bij mijn nieuwe video. Hallo iedereen. Vooraleer dat ik aan deze video begin, wil ik eerst even zeggen van probeer niet te veel te letten op mijn puist. Ik heb er een beetje foundation aan gedaan, zodat je dat niet te hard ziet. En ik wil ook nog even zeggen dat ik vandaag met mijn computer ga werken. Dus als je dat geruis hoort op de achtergrond, I'm very sorry, maar ik kan er niks aan doen. Vandaag gaan we het hebben over de donkere kant van Nickelodeon. Ofwel bij iCarly. Ik heb geen idee hoeveel video's dat ik hier rond ga maken, maar vandaag gaan we ons echt bezighouden op de iCarly set. En vooral over Jeanette McCurdy, die dat Sam speelt. En over Dan Schneider, de maker van iCarly en alle andere series op Nickelodeon. Over welke series praat ik dan? Drake and Josh, Zoe 101, Victorious en zoveel meer. Op TikTok heb ik al een aantal filmpjes gemaakt die heel viraal zijn gegaan. Deze gingen vooral om Jeanette McCurdy. Jeanette McCurdy, die als Sam speelt in iCarly, heeft recent een boek uitgebracht genaamd I'm Glad My Mom Died. Ik weet het, dat is een heel aparte titel. En een heel schokkende titel ook. Maar in het boek legt ze duidelijk uit waarom dat ze geen goede band had met haar mama. Ik heb even mijn licht uitgedaan, want dat brandde nog. Dus recent heeft Jeanette haar eigen boek uitgebracht, I'm Glad My Mom Died. Dit gaat voornamelijk over haar jeugdjaren bij iCarly. En eigenlijk bij de zender Nickelodeon zelf. Want na iCarly heeft ze nog in haar eigen spin-off series, Sam & Cat, ook wat dingen meegemaakt. En dat zal dan waarschijnlijk vooral gaan rond Ariana Grande. Maar haar tijd bij iCarly ging vooral rond de crewmembers, sommige dan. En vooral rond Dan Schneider, de maker van iCarly. In deze video gaan we verschillende fragmenten bekijken van Dan Schneider zelf. Waarin dat we eigenlijk verontrustende beelden zien en niet zo professionele beelden. En hoe we eigenlijk een duidelijker beeld kunnen schetsen van wat Jeanette ons eigenlijk probeert te vertellen. Het boek dat ze heeft uitgebracht gaat voornamelijk om haar mama, de band met haar mama. Jeanette begon al op haar 6 jaar te acteren. Grotendeels omdat haar mama zelf ook actrice wou worden, maar het nooit zo ver kwam. Zo moest Jeanette bijvoorbeeld letten op haar gewicht, op haar eten, moest ze samen douchen met haar mama en moest haar ook laten nakijken door haar mama. Haar mama bekeek haar borsten, bekeek haar lichaam, om zo te kunnen kijken of ze goed genoeg was voor de industrie. Dit gebeurde allemaal tijdens haar tienerjaren. Maar ik denk dat ik hier beter ook nog eens een aparte video van ga maken, zodat we nu ons echt kunnen focussen op de jaren van iCarly. Maar wie is Dan Schneider nu eigenlijk? Want ik zeg dat hij is de maker van iCarly en andere series op Nickelodeon, maar eigenlijk is hij begonnen als acteur. Dan Schneider is geboren in Amerika op 1966. Hij heeft ook zijn eigen bedrijf Schneider's Bakery. Over zijn acteerervaring kan ik praten over Head of the Class. Daarin speelde hij Dennis Blunder. Zijn eerste Nickelodeon-serie die hij regisseerde was All That. Zijn laatste was Game Shakers. Laten we samen even fragmenten gaan bekijken. Trying to figure out what I could say today about Miss Miranda for her birthday. I come to the conclusion that what you can say is, what can't you say? I mean, honest to God, I could go on and on about all the wonderful qualities about Miranda, but I know time permits. Miranda ziet er niet zo gelukkig uit als zij haar zo beetneemt. And I will consolidate it to just this one thing. In all the years I've known Miranda, I guess 9 years now, she hasn't changed. Miranda hasn't changed one bit. All those awesome qualities that she had when she was 9 years old, ik vind het echt heel erg voor haar. Hebben jullie gezien hoe awkward dat zij haar voelde? Het is haar verjaardag en ze dacht echt van, oh nee, hij komt achter mij aan. So sad. Volgens mij gebeuren daar heel veel dingen die daar echt gewoon nu nog niet zijn uitgekomen. Zelfs niet door Jeanette zelf. Heel veel donkere dingen bij Nickelodeon zelf. Laat me ook zeggen dat Dan Schneider ook niet de enige was. Er zouden geruchten zijn dat er nog cameramannen waren. Dat er nog mensen achter de schermen waren die ook dezelfde dingen deelden met elkaar. Okay, volgende fragment. What are you doing? I don't know. What's going on? What are you wearing today? Who did your outfit? I did. Who's your outfit? I've had too much caffeine. Did you see the dance? I bet you $30. What? The dance. $30 right now. $30. I bet you that you cannot wrestle Miranda Cosgrove to the ground. No. To the ground. No. You win. No. Wat liet hij deze acteur zelfs doen?
Kijk, toen ik klein was, was ik altijd naar deze video's aan het kijken, want dit heeft Dan Schneider zelf geüpload op YouTube. Zag ik zo niet wat er verkeerd aan was, want ik was er zelf naar aan het kijken en ik vond dat heel leuk, omdat ik de behind the scenes kon kijken en zo. Maar nu zie ik pas hoe onprofessioneel dat die is. Want zoiets ga je ook zien dat die echt zo tijdens de repetities zelf de acteurs ook gewoon begint lastig te vallen of laat verschieten of zo. Maar besef ook, studiotijd is heel veel geld. Laat ons zeggen, als je een minuut aan het opnemen bent met de camera, zijn dat echt al duizenden euro's. Of ja, daarin duizenden dollars of zo. Ik snap gewoon het gegeven daar niet. Ik snap wel dat er een leuke energie moet zijn en zo, maar dit is geen leuke energie. Die mensen staan daar elke dag, staan daar heel vroeg waarschijnlijk, moeten hun tekst van buiten kennen, moeten een rol, gewoon in een rol komen zitten. En dan heb je zo'n flauwe plezante die met zijn camera elke keer langskomt, rare dingen begint te vragen en dan plaatst op YouTube. Wat dat zij waarschijnlijk ook gewoon niet eens willen, dat dat gedeeld wordt op YouTube. Ik snap Jeanette wel dat zij zichzelf heel oncomfortabel voelde op de set. Want nu gaan we een fragment bekijken van een interview van Jeanette zelf, waarin dat ze eigenlijk zegt hoe dat zij het eigenlijk allemaal ondervond op de set. It certainly is. Bad parts. I mean, there's a lot of abuse that happens. I worked with an incredibly emotionally abusive producer. Like, I mean, even talking about it now, my face gets hot thinking of it just Ooh. Because, you know, he'd say things like, you would work at Yogurtland if you didn't work for me. And he would just scream. How old were you? I was, when I started the show, I was 13. Dat zijn dingen die we natuurlijk nooit te zien krijgen. En ik denk ook wel dat zij de waarheid spreekt hier in dit interview. Ik kan me ook ergens wel voorstellen dat dat... dat je op die leeftijd dat je zoiets hebt van, ik moet mijn job behouden. En zeker voor Jeanette in die tijd, omdat in haar boek vertelt ze ook dat zij eigenlijk de bron was van verdiensten in haar familie. En dat zij eigenlijk haar familie moest onderhouden. Daarnaast ook haar mama die haar onder heel veel druk zette en heel blij was dat zij die rol kreeg. Dus ik denk dat er echt heel veel stress zat op de schouders van Jeanette. Nu recent heb ik een interview van haar gezien waarin ze vertelde dat ze ook geen vrienden mocht zijn met Miranda. Dat haar mama eigenlijk de juiste mensen uitkoos voor haar. Omdat Jeanette en haar familie heel gelovig zijn. En Miranda zou blijkbaar niet echt gelovig zijn in God. En dat was eigenlijk de grootste reden dat haar mama niet wou dat zij vriendinnen werd met haar. Het zou ook zo zijn dat Miranda eigenlijk nooit iets heeft gemerkt van die problemen op de set. En dat het bij haar eigenlijk allemaal heel goed ging. Maar of dat echt wel waar is, ja, dat weet ik niet. Dat kunnen we allemaal niet weten. Tenzij dat je daar gewerkt hebt natuurlijk. Dit was ook de grootste reden voor Jeanette om niet meer mee te doen aan de iCarly revival. Want blijkbaar zouden Miranda en Jeanette samen getelefoneerd hebben over het idee van de nieuwe iCarly. Maar Jeanette wou er gewoon geen deel meer van uitmaken, zei ze. Niet zo haar gedacht kunnen veranderen. Terwijl Miranda zei dat het eigenlijk wel goed verdiende en dat ze daar misschien aan moet denken. Maar Jeanette zei nee, mijn mental health gaat boven alles. En persoonlijk vind ik dat Jeanette gelijk heeft. Miranda heeft denk ik ook gewoon niet ervaren wat Jeanette heeft ervaard. Dus heeft het daarbij gelaten. En ze zei dat de deuren altijd zullen open blijven staan voor haar om mee te doen in iCarly. Laten we naar het volgende fragment gaan. Oh, what's going on back here by the robot? Hold on, let's see what's happening. See what's happening back here. Oh no! I haven't got my costume on yet. Are we close to rolling? Sorry, caught Jerry in a bad moment there. Dat zijn zo de dingen dat ik bedoel. Kijk, je kunt inderdaad wel behind the scenes tonen en zo van die dingen, maar zo'n dingen. Eén, de acteurs weten niet wanneer die creep langskomt met zijn camera. En twee, het is gewoon. Wat filmt die ook? Oké, je kunt dat gefilmd hebben en je kunt denken van oei, dat was misschien een slecht moment dat ik die gefilmd heb. En daarna gewoon verwijderen ofzo. Maar waarom online plaatsen? Dat vraag ik mezelf af. Waarom plaats je zoiets online? Zonder de toestemming, denk ik, van deze acteurs. Dat is gewoon vergeten. Ik persoonlijk zou dat niet leuk vinden. Ik zit in mijn rol en moest dat nu zonder kleren zijn ofzo, dan is dat zo. Dan heb ik mijn toestemming daarvoor gegeven en ik weet dat dat voor mijn rol is. Maar wat daar achter gebeurt, wat daar behind the scenes gebeurt, zou ik niet willen dat iemand mij dan komt filmen en dat gewoon maar online plaatst. Ook al werk je daar, ook al ben je mijn baas, dat is gewoon not done. En zeker als je de achtergrond bekijkt van deze man, ook bij andere series en zo. Zijn achtergrond is zo donker, mensen. Maar zoals ik er juist al zei, ik moet daar een aparte video over maken, dat gaat nu niet. Ik moet mij daar ook op voorbereiden. Dit is enkel... nog maar iCarly, gewoon op de set iCarly. Ik denk dat we gewoon beter naar het volgende fragment gaan, want anders gaat deze video veel te lang duren. Oké. Okay. I'm gonna try to sneak up on Miranda. I'm gonna try to scare her. Here we go. Be very, very quiet. Oh.
my gosh, that is so mean. But it wasn't that good. I didn't get that scared. Wat ik daar juist zei, dat al die acteurs waarschijnlijk in hun achterhoofd hebben van er loopt een creep rond mijn camera, mijn baas is een beetje raar en zo. Wetende dat je elke dag met die stress naar de set moet komen en dat je dan nog eens door die man wordt benaderd op deze manier. Wees gewoon een beetje professioneel. Miranda zat daar waarschijnlijk te kijken van oké, ik moet daar gaan staan, ik moet in die camera kijken of daar van wegkijken of ik moet op die moment moet ik mijn tekst zeggen en op die moment is het uw baas, dat u zo komt lastigvallen? Waar gebeurt dat? Dit is een professionele set voor een professionele zender, voor een heel bekende zender. Hoezo kunt u dan met deze kinderachtige dingen bezighouden? Oké, die kinderen, het moet altijd leuk zijn en de kinderen moeten altijd een beetje kind blijven en zo van die dingen. Maar toch niet op deze manier. Weer al gewoon met de geschiedenis van deze man in uw achterhoofd. Ik snap het echt niet. Dit fragment dat we nu gaan bekijken is crazy. Reporting from the iCarly studio. It's late at night, nearly midnight, and we're filming the last... Je ziet heel duidelijk aan Miranda haar gezicht dat zij moe is. Ik denk dat zij toen, eigenlijk had het nog zijn in de video, 13 uur heeft gewerkt op de set. Zij is moe. Ze voelt dat waarschijnlijk lastig, ze wil naar huis gaan. En dan, zonder dat ze het weet, wordt ze in de gaten gehouden door haar baas. Die haar van verschillende angles eigenlijk aan het bekijken is. Een ingezoomde angle, een portret angle van haar. Terwijl ze moe is, terwijl ze gewoon aan het opletten is van wat moet ik nu doen, oké, dit wordt mij uitgelegd en zo. Staat die mens daar als een creep alles te filmen, er alles op te nemen om het daarna op zijn YouTube te plaatsen. Of misschien, I don't know, over eigen gebruik. Blah. Last scene of the day. Miranda Cosgrove looking weary from a day's acting. As a playful woman brushes her hair, whimsically, a make-up man leans in, makes her chin look extra perfect for the scene. This is par for the course for Cosgrove. It happens daily, many times. She smiles, looking upward. She chuckles and smiles at the people, helping her to look so beautiful. She licks her lips. The woman steps aside. She examines Miranda one more time. Miranda leans forward, then leans back. Then she leans forward again. She puts her hands on the table, thinking about the scene she's about to film. She gestures to a person. She takes something in her hand. What is it? We don't know. Oh, it's a Mountain Dew. She takes a sip. She swallows. Yes, I'll have another. She drinks, swallows again. She hands the can off to the important person, who takes the can away. Now, she prepares, rolls up her sleeve. Only one. Her lips are touched up. She smiles. Her lips now perfect, ready for acting. She mushes them together in a mushing about way. There they are, like little jewels under her nose. The scene's about to begin. Her name tag? Carly Shea. That is who she will be soon. Allee, ligt dat nu aan mij of ziet het er gewoon heel vreemd uit? En als we gaan bekijken, oké, de filmwereld is misschien een beetje anders dan een andere job. Maar dan nog, niemand wil op die manier bekeken worden en in de face worden ingezoomd voor dingen waar je niet eens weet dat ze worden opgenomen. Kijk, acteurs en actrices hebben al een heel moeilijke tijd, denk ik, in Amerika met de paparazzi en zo. De dagen dat ze moeten werken en op de set staan, willen zij ook gewoon werken en daarna gewoon naar huis, vermoed ik dan. Willen ze niet nog eens apart gefilmd worden, zonder toestemming online gezet worden en bekeken worden op deze manier door uw baas? En dan nog eens alle details van, ja, ze is nu haar lippen aan het... Weet ik het wel altijd zei? Waarom al die details, maat? Dat is zo creepy. Echt erg voor Miranda. Not now though, she's Miranda Cosgrove, as I shoot this video. She stands. She looks in front of her. She thinks. She says something. We don't know what she said. We can only contemplate what it might have been. What will happen next? She almost sits, but she fakes out the cameraman, which is me. She faked me out. I admit it. She chats to the person next to her, possibly Jeanette McCurdy, or it could be someone else. Perhaps it's Joe Biden, Vice President of the United States. That's unlikely, but it could happen. She sings something to herself. She tousles her hair. Her hair has been tousled. She wrings her hands, holding the microphone, preparing for the scene. She turns it upside down, then the other way. Now it is perfectly balanced on the table. Now it's upside down again on the heavy side. Now it's on its narrow side. She doesn't know which way to go. These are the decisions an actress must make during the day.
wat voor video is het zelf? Vroeger keek je ernaar en waren het echt zo van, ah leuk, ik zie mijn idool bijvoorbeeld op een video. Niks slechts naar Miranda toe, ik bedoel, zij was gewoon haar job aan het doen. En oké, er zullen wel fans zijn die dat leuk vinden om behind the scenes te zien, maar niet op die manier. Als je ouder bent, dan realiseer je je gewoon van, dit is gewoon niet oké, dat je baas dit doet. Jesus Christ. Hier is nog een fragment dat hij eigenlijk Jeanette laat verschieten. Weer al waarschijnlijk in Jeanette haar achterhoofd van, oh my god, hier loopt een creepy man rond, ik heb hem nog niet gezien, wanneer gaat het gebeuren dat hij mij laat verschieten? Oké, I'm gonna scare Jeanette. I'm trying to scare Jeanette. Dit lijkt zo onschuldig. Ik zie dat zelf ook, dat lijkt heel onschuldig. Maar als je de achtergrond ervan weet, als je nu bijvoorbeeld Jeanette hoort praten over deze man, dezelfde man die haar laat verschieten, dan kijk je er op een heel andere manier naar. Deze man is waarschijnlijk leuk op deze manier dan in zijn video's, maar buiten die video's is dat waarschijnlijk misschien een heel arrogante man die de dingen zei dat zij er juist aan het interview zei. Dit is echt sad. En deze video gaat ook heel lang duren, dat is ook sad. Maar we gaan naar het volgende fragment. Oh my god. You get me, you never get me. I just did. Oh my god. Ik denk dat ze toen bezig waren met een scène op te nemen en zij doet de deur open. En ineens ziet ze daar haar regisseur staan die haar bang probeert te maken. Waar is uw professionaliteit? Ik zou deze man echt al aangegeven hebben. Maar ja, bij wie? Ja, het is uw baas. Ik denk gewoon bij de zender Nickelodeon zelf, maar ja, I don't know. Ik heb het zelf ook niet meegemaakt, dus ik weet ook niet wat Miranda haar gedacht hiervan is. Maar zij zou nooit echt problemen hebben gehad op de iCarly set. Dus ergens geloof ik dat dan wel. Maar er zijn sowieso wel acteurs en mensen achter de schermen, ook buiten iCarly, die problemen hadden met hem en allemaal dezelfde dingen zeiden die niet klopten. En gewoon voor onze eigen ogen, als we deze dingen zien, dan kloppen er gewoon sommige dingen echt niet. We're gonna find out, alright? I ask you guys to laugh, have fun, but this is all take stomach. A second, because I know we all have those cool iPhone 3D. Ook deze bijvoorbeeld, die gaat naar Jerry, die dat Spencer speelt, en die zegt gewoon, buik. En wat doet Jerry? Jerry doet direct, hier loopt een spin op mijn muur, die gaat hier buiten zitten. En Jerry doet direct zijn t-shirt omhoog, zonder te twijfelen, zonder na te denken, zonder iets te zeggen. Dan vraag ik me af, zou dit het al gewoon zijn? Dat hij zoiets heeft van, oké, elk ding dat mijn baas vraagt, ga ik gewoon doen, want anders zal er wel dit of anders zal er wel dat. Dat bedoel ik met de donkere kant. Wij weten er eigenlijk heel weinig van, maar als je deze soort dingen ziet, stomach. In plaats van even na te denken van, wat vraagt jij nu? Jij bent mijn baas, waarom vraagt jij om mijn buik te laten zien? I don't know. Ik krijg echt de rillingen van deze man. Ja mensen, volgens mij hebben jullie echt nog geen idee hoe raar Dan Schneider is. Hij zou blijkbaar ook heel veel voeten in beeld hebben getoond tijdens alle series die hij heeft gemaakt. Ook op een creepy manier eigenlijk acteurs hebben benaderd. Er gaan geruchten rond, ik weet niet of die waar zijn. Er zijn geruchten dat hij zelfs een actrice zou hebben zwanger gemaakt. En dat die heeft nu een kind en die zou eigenlijk ja, dezelfde kenmerken hebben als hem. Dus, maar dat zijn geruchten, ik weet niet wat dat waar is. Ik heb er nog niet genoeg over onderzocht. Misschien dat ik dat tegen de volgende keer wel weet te zeggen, als de video echt over hem gaat. Er zijn zoveel momenten in iCarly, er zijn zoveel momenten in Victorious, in andere series, dat hij echt zijn actrices en acteurs hun voeten filmt. En echt voor de serie. En buiten de serie is hij er ook nog mee bezig, versta me niet verkeerd. Zo heeft hij bijvoorbeeld zijn Twitter-account, waarop hij plaatste van, ja, alle fans van iCarly of alle fans van Victorious, stuur nu jullie voeten voor met de aflevering die uitkomt bijvoorbeeld. Of, ik wil voetfoto's van daar, ik wil voetfoto's van daar. Of gewoon nog maar de benaming voet in zijn tweets. Deze man had iets met voeten. En hij is ook niet de enige. Er waren nog mensen op de set die deze creepy gedachten deelde. Er zijn zoveel dingen die ik wel weet over hem, maar dat ik gewoon niet in deze video kan delen, want nu ging het echt over iCarly en deze video is veel te lang aan het duren. Maar ik ga binnenkort een nieuwe video maken over Dan Schneider zelf. Ik ga ook een video maken over Miranda, haar carrière. Ik ga ook nog eens een aparte video maken over Jeanette.
haar jeugdjaren en hoe dat eigenlijk is verlopen met haar mama en zo. Ik ga het allemaal eens bekijken omdat ik dat aan jullie kan laten tonen. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende video. Dankjewel om deze video te bekijken. Laat zeker in de reacties weten wat jullie vonden van deze video en hoe jullie over Dan Schneider denken. Reageer ik iets te overdreven of niet? Reageren deze acteurs iets te overdreven? Weet je, ik denk niet dat we daar echt een oordeel over kunnen vellen, maar dat we wel kunnen snappen van waar dat ze het halen. Ondertussen is Dan Schneider ook al ontslagen bij Nickelodeon door deze feiten. Dus kunnen we wel ervan uitgaan dat sommige dingen echt wel klopten. Maar goed, dit is het einde van deze video. Vergeet zeker niet deze video te liken. Vergeet zeker ook niet om te abonneren als je meer van deze video's wilt zien. En dan zie ik jullie graag bij een volgende video terug. Dag iedereen!